Dit is de 18e aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag, stuur dan een WhatsAppje op 06-5130-5374. Spreek dan even je bericht in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Deel deze aflevering of andere afleveringen met je fotovrienden. En gebruik je Apple Podcast als speler. Laat dan even een review achter. Dat vind ik leuk en het helpt om deze podcast nog beter te vinden. Over vinden gesproken, Heel Holland Fotografeert is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk op de website www.heelhollandfotografeert.nl. In deze aflevering een interview met Jan-Dirk van den Burg. Jan-Dirk, welkom in de podcast. Ja, dankjewel Misha. En leuk dat je even tijd hebt weten te vinden in deze volgens mij drukke dagen. Ja, nee, uiteraard. Nou, we beginnen altijd eventjes met een korte introductie van de gast. Dus Jan-Dirk, waar woon jij? Ja, ik woon in Amsterdam. Al een jaar of 15, denk ik. Ik kom oorspronkelijk uit Zoetermeer, maar ik ben ooit stage gaan lopen bij het Parool. En dat is de stadskrant van Amsterdam. Dus toen ben ik eigenlijk hier beland en nog steeds en blijven hangen. Ja. Ja. En waar kunnen de podcastluisteraars Jan-Dirk van kennen? Nou, meestal is het als mensen mij kennen, dan is het van het fotoboek over olifantenpaadjes uit 2011. Dat is mijn bekendste lot aan de fotoboom, denk ik. Of van de rubriek Heerlijk Genieten in Volkskrant Magazine. Dat loopt nu ook al een jaar of 5, denk ik. Waar ik elke zaterdag in het magazine dan 1 foto heb waar ik ook een stukje bij tik. Een portret van iemand in Nederland die zich ergens te pletter geniet. En of het moet zijn dat ik nu al iets meer dan 3 jaar fotograaf des Vaderlands ben. Het boek Nederland onder het systeemplafond zou ook kunnen. Met Marcel van Roosmalen. Ik hoop dat mensen mij. Dat er nu bij mensen aan de overkant een belletje begint te rinkelen. Ja, het grappige is, ik had van de week beginnerscursussen. Toen hadden we het over bekende Nederlandse fotografen. Of überhaupt bekende fotografen. Ja, en, ja. Dan komen er eigenlijk heel weinig namen naar buiten. Mensen kennen wel je foto's, maar nooit je naam. Dat is volgens mij een beetje het dilemma van de fotograaf. Ja, dat is het lot. Ja, ja. Ja. En volgens mij heb je ook nog in het theater gestaan met Marcel van Roosmalen en Roelof de Vries. Klopt, ja. Ja. De voorstelling Dit is Nederland, dat was vorig jaar. Ja. Ja, het is wel het enige wat me wel is overkomen van als je het over bekende Nederlandse fotograaf hebt. Dat inderdaad, sinds ik die titel Fotograaf des Vaderlands mocht dragen, dan word ik wel, als ik een keer een praatje ergens heb of zo, dan word je meteen aangekondigd als topfotograaf. Vind ik altijd heel grappig, want ik zie mezelf meer als een topfotograaf met een B. Maar het is, dat doet echt wonderen inderdaad voor je. Ja, dat moet toch heerlijk zijn. Nou, we gaan het zo even hebben hoe jij topfotograaf des Vaderlands bent geworden. Ja. Maar wat ik eerst even doe, ik pak eerst eventjes de luisteraarsvraag erbij. Ja. Ik doe altijd de luisteraarsvraag in de podcast. En mensen kunnen dus, zoals je in de introductie al hoorde, hun vraag insturen. Nou, deze keer had ik jou al eventjes van tevoren aangekondigd. En Jaël van Veluwe heeft een vraag gesteld. En ik zal hem even afspelen, kijken of je hem kan horen. Hallo, ik ben Jaël en ik fotografeer zelf graag analoog. En ik zou wel willen weten of Jan-Dirk, fotograaf des Vaderlands, of hij ook analoog fotografeert. En zo ja, waarom? Doei. Nou, heb je het gehoord, Jan-Dirk? Ja, ik kan meteen bevestigend antwoorden dat ik ook nog wel eens een rolletje in mijn camera doe. Dat klopt. Voor de serie die ik in de Volkskrant maak, die fotografeer ik eigenlijk altijd analoog. Dat is een vierkant portret en daarvoor gebruik ik een Hasselblad die ik heb geleend van mijn vriend Henk. Eigenlijk al jarenlang. Dat is het is niet zo dat ik een enorme analoge fetischist ben, dat ik dan denk van dan ben ik heel erg met dat karakter van die film bezig. Maar voor mij werkt het heel erg goed om
mezelf te dwingen tot wat extra concentratie. Ik merk als ik het beeld toch niet meteen terug kan zien, dat ik stiekem toch beter mijn best doe. Je zou kunnen zeggen van ja, je kan ook gewoon niet op de achterkant van je digitale camera kijken. Dat zou hetzelfde moeten bewerkstelligen. Maar ja, het werkt toch niet zo. En het is... Ja, ik merk ook vooral in een portretsituatie dat het ook wat ruimte creëert bij degene die je portretteert. Als je dan met een Hasselblad aankomt van 30 jaar oud of nou, ouder nog wel. Of Mamiya 2O gebruik ik ook nog wel eens, C220. En dan automatisch communiceer daarmee van ja, het gaat wel even duren. Dus ja, dat is vind ik eigenlijk een ideaal middel om zonder iets te zeggen. Dan nemen mensen toch meer de tijd voor je. Dat vind ik heel fijn eraan. Dat vind ik het fijnst eigenlijk. Fijner dan de zogenaamde analoge output, zeg maar. Ja, ik moet ik zeggen, ik heb de academie in Den Bosch gedaan. Ja. En we hebben ooit een keer, volgens mij, Ahmed Polat als gastdocent gehad. Ja, ja. En die had het toen ook over dat hij op een gegeven moment analoog fotografeerde. Ja. En toen... Volgens mij was hij dat hoor. Toen moest hij bij Anouk fotograferen in de hotelkamer. Mm. En dan werd er gezegd, ja, je hebt 1 minuut. Maar toen kwam hij binnen met zijn analoge. En toen was hij eigenlijk zo onder de indruk... dat hij echt ook gewoon veel meer de tijd kon nemen. Nu heb je 10 minuten. En ook gewoon meerdere foto's kon maken. Want anders zei ze van, nou, 1 foto, ja, je hebt hem, toedeledoki. Ja. Dus het is op die manier een beetje slow photography. En het dwingt zowel jou als fotograaf als het model om daar ook een beetje mee te gaan, heb ik het gevoel. Ja, klopt. Ja, nee, dat is ook mijn ervaring. Zeker. Ja, dus we moeten gewoon weer terug naar een beetje af en toe analoog, een beetje die rust weer creëren in onze fotografie. Ja, ja, dat helpt zeker, ja. Ja. Ik denk dat Jaël heel erg blij is met dit antwoord. ik hoop het. Nou, we gaan eventjes naar jouw officiële functie. Fotograaf des Vaderlands. Ik heb dat natuurlijk even bekeken wie dat allemaal... Ik wist het natuurlijk wel wie er allemaal voor zaten. Maar al die mensen die voor jou hebben gezeten... die hebben 1 jaar zijn die fotograaf des Vaderlands geweest. De Wikipedia-pagina van de fotograaf des Vaderlands zegt 1 jaar... En op een of andere manier ben jij het al sinds 2018 aan het rekken. Ja, nee, klopt. Ik zal even eerlijk uit de doeken doen hoe de vork in de steel zit. Er is namelijk 4 opeenvolgende jaren zijn er fotografen des Vaderlands benoemd. En toen was er een fotocommissie en die hadden ook een fotoweek in september. Dat was een soort publieksactie. Die werd ondersteund door de HEMA, geloof ik ook. En dan was er een bepaald thema en dan gingen iedereen daar... het idee was dat heel Nederland daarin participeerde. En dat was een jaarlijks ding. Maar daar zijn ze na 4 jaar mee gestopt. En toen hebben ze Robin de Puy benoemd tot fotograaf des Vaderlands. Die was het 2 jaar. En toen wilde diezelfde fotocommissie, dacht van ja, het is wel een heel mooi ambt, maar we hebben een andere financiering en we doen dat niet meer met de HEMA en de Bank Giro Loterij zat er geloof ik ook bij. We moeten ons even herbezinnen wat we nu precies willen gaan doen. En toen ging bij mij de telefoon en toen zei de directeur van het fotomuseum Jan Dirk, wil jij het de komende 2 jaar doen en dan kunnen wij gaan een beetje gaan bedenken van wat we daar hoe we het gaan inrichten in de toekomst. Toen zei ik natuurlijk ja, want het is toch ook een prachtig compliment. En hartstikke leuk dat je daar toch überhaupt voor wordt gevraagd. En ik had ook theaterambities om in die tijd, of tenminste dat heb ik toen ook, dat had ik toen nog niet uitgeprobeerd. Maar toen dacht ik van nou, als ik dan kan zeggen dat ik fotograaf des Vaderlands ben, dan spreek ik automatisch een wat groter publiek aan. Dus dat zag ik helemaal zitten. En dat was ook eigenlijk voor 2 jaar, maar toen kwam de coronaperiode en toen dachten ze van ja, we gaan nu niet iemand een nieuwe fotograaf benoemen, want hij kan ook geen expositie maken. En toen vroegen ze, wil jij het nog 1 jaartje langer zijn? Toen zei ik van ja, dat is prima. En dat is nog een beetje uitgelopen. Dus zo zit de vork in de steel. Maar ik zal beloven, volgend jaar komt echt de dag dat ik abdiceer van mijn ambt en dat er een verse fotograaf des Vaderlands wordt benoemd. Ah, helemaal goed. En misschien is het ook leuk voor de luisteraars dat je een beetje uitlegt wat jij dan doet. Want volgens mij mag je dat redelijk zelf
bepalen als fotograaf des vaderlands. Maar ik neem aan dat je jezelf wel een soort van opdracht meegeeft. Ja, het is, het is natuurlijk wel een... inderdaad, je wordt er compleet vrij ingelaten. Het is anders dan met de dichter des vaderlands. Die moet bij 4 en 5 mei opdraven. Er wordt wel verwacht dat hij echt tegen de actualiteit aan zit. En dat wordt eigenlijk van fotograaf des vaderlands niet verwacht. Je kan in principe doen hoe jij het eigenlijk in wil richten. Er is niet een bepaald wensenpakket. Ze vragen je om, als je benoemd wordt tot fotograaf des vaderlands, om een expositie in te richten. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal een hartstikke... Ja, het is een heel feestelijk gebeuren. En dat gaat wel een beetje in samenspraak van wat voor thematiek wil je. Maar voor de rest is het iets blauwe hinein. En dat is dat vind ik eigenlijk heel fijn. Want het is... het past dat jasje eigenlijk, behalve dat het een beetje pretentieus klinkt, past het me voor de rest wel heel goed. Omdat ik haalde al, zolang ik fotografeer, voor 90% mijn inspiratie uit Nederland. En dat is ook absoluut mijn lievelingsland om te fotograferen. Dus ik kon ook heel erg inhaken op wat ik eigenlijk al deed. En om dat een beetje uit te bouwen. Plus dat ik fotografie ook naar het theater heb gebracht. Dus dat. En nu ben ik. Ja, dat, eigenlijk had ik dat een beetje gedacht als een grand finale. Om dan een webserie te maken. De Fotoclub des Vaderlands zit ik nu middenin. Morgen gaan we de aflevering. Ik weet niet wanneer het. Maar we zitten daar nu eigenlijk middenin. En dat is een vijfdelige webserie. Waar ik me steeds een fotografievraagstuk bij de kladden vat. Waar ik zelf eigenlijk ook nog niet het antwoord op heb. Dus waarom vinden we mooi wat we mooi vinden? Waarom fotograferen heel veel mensen natuur? Dat is het meest populaire fotografieonderwerp bij fotografen. En ja, ik vind daar, excusez-le moi, geen reet aan. Maar dan ga ik toch naar fotografen toe die mij dan wel laten zien waarom natuur eigenlijk wel interessant is. Dus ik probeer dat een beetje los te frikken en highbrow en lowbrow fotografie, als dat al bestaat, een beetje door elkaar te husselen en gewoon het fotografieplezier een zetje te geven. Ja, maar eigenlijk als jij de fanfare erbij wil halen, dan doe je dat dus ook letterlijk en figuurlijk. Ja, klopt, ja. Ja, dat past wel heel erg. Het feestelijke daaraan, als je tegen mij, dat beeld had ik meteen bij de fotograaf des vaderlands. Eigenlijk een soort van prins. Ja, ik zag mezelf juist niet als iemand die daar heel deftig mee om moet gaan, maar ook een klein beetje als de prins van carnaval van fotografie door Fotoland kan stappen dan de komende 2 jaar. Dus ik had voor mezelf ook een sjerp gekocht bij draf- en rensportprijzen.nl, waar ik dan... dat is ook, dat is misschien wel even goed om te benoemen, want ik merkte dat er een misverstand was mensen waarvan die ik polste van, zou dat niks voor jou zijn, fotograaf des vaderlands? Die zeiden dan tegen mij van, ik ga niet met zo'n sjerp lopen. Maar dat is dus iets wat alleen bij mij de particuliere interesse van de fotograaf Jan Dirk van den Burg is. Dus ja, wat je... dat heeft voor de rest niks te maken met de algemene inkleding van het ambt. Nee, oké, als ik het zo een beetje interpreteerde, het is ook misschien wel een beetje jouw rol, maar die lulligheid, noem ik het maar eventjes, die jij fotografeert, hè, de gezapigheid af en toe in Nederland, die laat je ook een beetje in jouw rol als fotograaf des vaderlands een beetje terugkomen. Ja, ik borduur wel voort op wat mijn interessegebied eigenlijk al was. Ik weet niet, ik zou het nooit gezapig noemen, hoor, maar het is wel, ik snap wel het. Ik ben wel heel erg van het dagelijkse voortkabbelende leven. Juist niet de uitzondering fotograferen, maar juist de dingen die heel vaak voorkomen. En die ook vaak niet zo snel worden gezien als foto-onderwerp. En, het wisselt een beetje, hoor. De portretten die ik maak voor de Volkskrant zijn wel een iets andere insteek dan bijvoorbeeld reportages over Nederland over het systeem, onder het systeemplafond. Maar dat is wel. Ik hoefde daar niks aan te veranderen, zeg maar, omdat ik ineens benoemd was tot fotograaf des vaderlands. Ja, ik heb natuurlijk eventjes gekeken naar de eerste 2 afleveringen van de Fotoclub des vaderlands. Dat was natuurlijk echt leuk. Wat vond je ervan? Ja, genieten. Ja, vooral de eerste keer, de eerste aflevering. Ja. Met wat hoe heette ze? Linda Stubic. Linda, de jet set blije kant van het leven. Ja.
Ja. En dan vooral, en ik, ja, iedere podcastluisteraar, het is een podcast, je kan het niet zien mensen, maar je moet echt eventjes gaan kijken op het Instagram-account van de Fotoclub des Vaderlands. Daar kan je de video's terugzien. Maar zij heeft een prachtige, stilistische foto van een palmboom. En jij hebt ook foto's van palmbomen, want jij fotografeert door heel het land palmbomen die in voortuin staan. En vooral haar reactie op jouw foto. Ja, die was echt goud. Ja, dat is heerlijk. Maar Linda, dit is ook echt die is zo geweldig. Die kan dat ook gewoon. Zij zit aan de andere kant van het spectrum van fotografie. En zij maakt fantastische portretten. Maar ze zit ook vaak in de mode. Of ze maakt portretten voor Radio 538. Werkt trouwens ook heel veel op Polaroid. Dat zit niet in die serie. Maar zij kon heel goed schetsen eigenlijk dat met mij dat kon. Dat contrast en die grote vraag waar aflevering 1 ook over gaat, is van waarom vinden mensen mooi wat ze mooi vinden? En daaronder ligt eigenlijk een vraag van, kunnen wij eigenlijk een formule vinden voor een foto die allemaal ingrediënten heeft, dat het automatisch als een mooie foto wordt beschouwd? En dat is een beetje een verkenningstocht. En dan ga ik later ook naar een neurowetenschapper toe, om dat een klein beetje te duiden. Maar het verschil tussen Linda Stulic en mij is dat zij heel erg fotografeert wat zij eigenlijk verlangt. Als zij denkt van, daar zou ik graag willen zijn, een plek. En dat ik juist vaak fotografeer richting iets wat mensen niet echt verlangen. En hoe onze hoofden daar totaal anders in zijn, dat is natuurlijk een wonderlijk gebeuren, terwijl we wel hetzelfde vak uitoefenen. Ja, dat is natuurlijk het hele brede spectrum van de fotografie zit daar alles in. Ja. Ik vond het heel leuk ook met Kees Kraan, die iedere dag boven zijn Rotterdam, wel zijn Rotterdam, zweeft in zijn kraan. Echt helemaal leuk. Mensen moeten zeker eventjes naar die aflevering kijken. Aflevering 1, maar ook aflevering 2 natuurlijk. Over serial clickers. En de mensen die jouw werk kennen en de mensen die het niet kennen, moeten even naar jouw website gaan. jandirk.com. Dan zie je dat jij eigenlijk altijd wel seriematig werkt. En ik heb het opgeschreven. Is het seriematig of... Of is het iets anders wat je aan het doen bent? Ja, het is een beetje een definitiekwestie. Want het hangt. Wat een serie is, mensen zien een verhalende vorm van bijvoorbeeld reportagefotografie. Dat is, als je dat inzendt voor bijvoorbeeld de zilveren camera, dan gaat het ook onder de term serie. Maar de benadering die ik in deze aflevering heb gekozen is iets typologischer eigenlijk. Dat je vaak speelt met één onderwerp in een beeld, wat je dan vaak weer herhaalt. Ik trek het met liefde heel breed hoor, maar ik dacht dat verkoker ik dan wel een beetje in wat ik zie van een serie. Dat je één onderwerp pakt of één bepaald beeld en dat je daar zoveel mogelijk foto's van maakt. Dus er zit een fotograaf in die op één kruispunt heeft gestaan en de hele tijd brommertjes in Marrakesh heeft gefotografeerd. Of een brandweerman die brandweeronderzoek doet, ook altijd een camera meeneemt en een hele serie van beroete fruitschalen heeft gemaakt. Dus ik probeer eigenlijk mensen die vanuit hun eigen unieke perspectief en die daar iets mee doen, net zoals bijvoorbeeld die Kees Kraan. Daarvan zitten er ook altijd een paar in die serie naast meer een professioneel gerichte fotograaf. En wat ik opgeschreven had is aan de ene kant zijn het series, want het is identiek. Hè? Het lijkt misschien zelfs al een beetje op het werk van Arie Versluis en die Uiterbroek, de Exactitudes of het Hollandse Velden. Ja, Hans Eikelboom, Hollandse Velden, Hans van der Meer. Ja, klopt. Maar ik vind het leuk, want ik ben natuurlijk documentair opgeleid. Mm-hmm. En dan ben je eigenlijk ook een beetje verzamelaar. Ja. Absoluut, ja. Ja, het heeft soms meer te maken nog met verzamelen dan met fotograferen in sommige gevallen, hoor. En dat merk ik bij mezelf ook. Bijvoorbeeld, ik heb ook een maandelijkse serie in NRC Handelsblad. En dat heet Typisch Nederland. En dan probeer ik eigenlijk één bepaalde
fenomeen wat ik heb geobserveerd. Daar komen dan 9 foto's van terug. Maar dat is super registratief. En er staan vaak geen mensen op. Het is echt puur het onderwerp. Maar ja, ik ben echt een fotograaf die heel erg begint bij het onderwerp. En dan misschien het moment. En dan komt pas compositie en lichtval. En er zijn fotografen die dat omdraaien. Maar ik ben heel erg, ja, als ik een fantastisch onderwerp heb. En met die typologische fotografie kan je ook, ja, als je daar een aantal foto's, een stuk of 10 van kan maken, dan kan je binnen die context kan je heel erg fijn zeggen van, kijk, dit bestaat. Kijk maar, want ik heb het 10 keer gezien. Dus dit is een fenomeen. Ja. En dat vind ik een heerlijk middel, zeg maar, om mensen iets duidelijk te maken wat ze vaak wel al eerder hebben bekeken, maar nooit echt op die manier en dan bij elkaar. Ja, kijk, het leuke daarvan is, want ik zeg heel vaak tegen mijn cursisten, kijk nou niet alleen naar die ondergaande zon en dat prachtige. Maar kijk ook eens naar als je in de stad bent. Hè, want wij waren vorige week in Parijs. Wij zijn op jacht gegaan naar bepaalde street art. Ja. En als je op een gegeven moment weet dat er is, dan ga je op iedere straathoek ga je kijken naar die eerste verdieping. Of er daar toevallig zo'n Space Invader zit. En dan ik heb daar zelfs een appje voor. Dan kan ik hem scannen en dan krijg je punten. Dus dan is het echt een verzamelding geworden. Oh, wat goed. Maar op die manier ga je ook gewoon andere dingen zien in zo'n stad. Of zelfs je eigen omgeving. Want als je in Parijs bent, ja, die Eiffeltoren, die zie je toch wel. Maar juist letten op deurklinken, op bepaalde kleuren. Dat zorgt ervoor dat je op een hele andere manier gaat kijken. En dat die wereld zoveel mooier wordt. Ja, je kan jezelf een bepaalde kapstok heb je eigenlijk waarvan je denkt van, oh ja, dit is een leuk onderwerp of dat. Of dat is met dat seriematig fotograferen gewoon zo leuk. Dat je dan, als je er 1 of 2 of 3, dan denk je van, hey, misschien is dit echt een fenomeen. Dan kan je daar ook een beetje op gaan. Dan zit het eenmaal in je hoofd. En dan ga je er ook automatisch meer zien. Omdat je hebt je hoofd daar gewoon in die richting gezet. Dus dan krijg je ook automatisch, zie je dan meer, je bekijkt wellicht hetzelfde, maar je ziet dan wel heel erg van, oh ja, dit is er één voor mij. Dat is het leuke. Volgens mij is er zelfs een woord voor, ik kom er even niet op, maar ik weet wel dat als je in een rode Nissan Micra rijdt, dan zie je ook heel veel rode Nissan Micra's. Ja, klopt. Ja, en er zijn toch altijd van die psychologische filmpjes van dat mensen dan, dat je een filmpje bekijkt en dat de presentator dan zegt van, let op die auto, hoe mooi die is. En dan kunnen de raarste dingen eromheen gebeuren, maar als je hem op die auto let, dan zie je ook alleen de auto. Dat is, klopt. Geweldig. De fotoclub des Vaderlands, je bent nu ongeveer op de helft. Wij nemen deze podcast op woensdag op. Ja. We gaan het zo even hebben wanneer we publiceren, hoor. Maar morgen op donderdag komt aflevering 3. Waar gaat aflevering 3 over? Ja, die gaat over de rol van het model binnen de fotografie. Want de fotograaf is van oudsher degene die eigenlijk alle touwtjes in handen heeft. En die een model eigenlijk naar believen. De verhouding, zeg maar, van de macht die de fotograaf heeft in het regisseren, in het in de credits, in het geld wat je kan verdienen met een foto. Dat is eigenlijk altijd richting de fotograaf. Terwijl ik soms ook mezelf er een klein beetje op betrap. Helemaal met de serie die ik maak in Volkskrant Magazine. Daar ben ik altijd op zoek naar iemand met een overrompelende uitstraling. Dat kan. Ja, dat is bijna niet te vatten waar dat. Ja, dat kan ik niet in een formule zetten. Maar als ik iemand zie, dan denk ik van, ja, jou wil ik fotograferen. Maar als ik zo iemand dan vraag en die zegt ja, en die gaat staan voor mijn camera, dan hetgene wat ik dan doe, eigenlijk toevoeg om die foto te maken, dan denk ik wel eens van, ja, dit is de belangrijkheid van een overrompelend model, dat is gewoon misschien wel 80% van mijn foto. En met die vraag ga ik dan eigenlijk naar andere fotografen toe, die vaak gelijkwaardiger zou je het kunnen noemen, omgaan met hun, of die die eigenlijk meer samenwerken met hun model.
En ja, kijken waar we daar op uitkomen. Dat is eigenlijk hetgeen. Er zit bijvoorbeeld Mirjam Slimani in. Dat is een stiliste en fotograaf uit Rotterdam. Maar die is bekend geworden doordat ze de hele tijd als een uurtje... als haar zoontje even een uurtje lag te slapen, dan ging ze haar moeder in hippe streetwear fotograferen op haar balkon. En dan maakte ze gewoon een doekje. En in het begin deed ze dat gewoon met haar iPhone. Maar het is echt een uniek voorbeeld van hoe je met gewoon de dingen om je heen die je hebt. En een heel bijzonder model. Want haar 69-jarige moeder met een hoofddoek, die zie je nooit in dat soort streetwear. Dus had meteen iets unieks te pakken. Dus ja, ook hoe lenig je het model kan zien, daar gaat het dan eigenlijk ook over. Gaaf. Ja, ik heb, ze staat achter me, maar hierachter heb ik even een witte doek gezet. Maar hierachter heb ik Annemarieke een paspop. Ja. De mensen die mijn cursus volgen, die kennen Annemarieke wel. Want dat is een prachtig model om echt voor van alles te gebruiken. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn model. Dus ik ga morgen... natuurlijk weer vol verbazing naar aflevering 3 kijken. En kijken leuk. Of ik een keer mee kan doen met de opdracht. Want er zit ook altijd een opdracht aan, hè, aan de aflevering. Klopt. Ja. Ik heb net de serieprijs des Vaderlands uitgereikt. Eigenlijk bij elk thema van de aflevering, daar koppel ik eigenlijk ook een prijs aan. En dat en het leukste is gewoon de inzendingen die ik krijg, die zijn zo divers en zo breed. Ik viel echt wel een beetje van mijn stoel deze week. Ik zat ook maar te archiveren en dan denk ik van, oh, dan moet ik ook nog een top 10 bedenken. En hoe krijg ik daar een bepaalde volger? En dan nog een winnaar uitkiezen. Ja, het heeft ook iets totaal arbitrairs, want ik denk van ja, al die 10 die zijn eigenlijk... maar goed, dat is... klopt. We reiken dan elke week een prijs des Vaderlands uit. Dus volgende week is het dan de modelprijs des Vaderlands. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik heb natuurlijk net ook even meegekeken van Dr. Ren, de verkooptenten. Het waren volgens mij niet haar eigen foto's. Maar een beetje marktplaats gezocht foto's. Ja, klopt. Ze had, want in die serie aflevering, daar zit ook een jonge fotograaf, Shannon Ernest, die een dorp heeft geprotecteerd sinds Sint-Widewoord met foto's die ze eigenlijk zelf al hadden gemaakt en die we op een andere manier eigenlijk door ze allemaal bij elkaar te zetten, ontstaat er ook weer een bepaald nieuw inzicht. En Dr. Ren die had een serie gemaakt over mensen die hun tent willen verkopen en daarvoor een oude foto uit hun eigen plakboek halen. Maar er staan dan mensen op in die tent. En die willen ze er dan niet op hebben. Dus die plakken ze dan af of ze gaan er met een marker overheen. Of het ziet er gewoon heel grappig uit. En dat vond ik echt een hele vooruitstrevende keuze van qua fotografie, wat ook heel goed daarbij past. Ja. Nee, echt heel leuk om te zien. Zijn die overigens, die prijsuitreikingen op Instagram, dat is Instagram Live, die kan je niet terugkijken volgens mij, hè? Ja, jawel. Ik heb ze, ik heb nu geleerd, ik ben ook een beginner hoor met Instagram, maar eigenlijk alles wat je doet, dat wordt wel bewaard. Dus dat zal ik er eens even opzetten, dat je het ook weer terug kan kijken in het archief. Nee, dat kan je zeker zien. Ja. Nou, helemaal goed. En je doet niet alleen elke donderdag dus een nieuwe aflevering op Instagram zetten, maar er zijn ook meetups. Ja, klopt. Even kijken, welke zijn er nog? Morgen de rol van het model dan. Maar goed, dat is de podcast. In Utrecht. Ja. En dan op 10 november het dikpik themaavond. Ja, er is een dikpik themaavond. Ja, dat is het fotogenre waarvan ik dacht van ja, daar wordt zo verschrikkelijk slecht gefotografeerd. Dat is het genre wat echt het meeste hulp nodig heeft. Maar eigenlijk probeer ik een beetje een brug te trekken met aflevering 1. Die gaat over esthetiek. Wat voor mooi maak skills hebben wij eigenlijk als fotografen in onze zakken? En hoe zouden we de dikpikmakers daarbij kunnen helpen dat ze misschien in het ultieme geval een foto kunnen maken die wel op waardering van de ontvanger kan rekenen? Want daar gaat het natuurlijk mis. Het is aan het eind van de avond gaan we dat ook proberen. Dus het heeft natuurlijk ook wel. Maar het is een avond die het meest ludiek klinkt, maar eigenlijk ook heel inhoudelijk is. Want je hebt natuurlijk
wel het probleem met een dickpic. Dat, ja, dat mannen dat heel vaak ongevraagd aan iemand sturen die zich helemaal het apenzuur schrikt. En wat ook een beetje tegen seksueel geweld zelfs aanhangt. Of het helemaal is. Dus die serieuze kant zit er ook in. Maar dat is een themaavond daarbuitenom. Normaal gaat het steeds reflecteren. We heet het op de aflevering. Dus in Groningen. Dat is 11 november. Dan gaan we het hebben over het begrip originaliteit. Ja. Want ja, als fotograaf is mij altijd geleerd, als je een origineel idee hebt, dan heb je de heilige graal in handen. Maar wat is originaliteit? En hoe moeilijk is het om een origineel idee te vinden? Dus daar gaan we het over hebben. En dan hebben we nog een aflevering, een meetup in Breda. En die gaat over, en in Helmond. En die Helmond gaat ook over originaliteit. En die Breda gaat over natuur. Kijk, ja, Breda, die is al uitverkocht, zag ik. Ja, die is al uitverkocht, dat klopt. Jammer. Ja. Goed, gaan ze ook wel eventjes buiten om de uitzending over hebben. Ja. Nee, het is, ik vind het echt een heel leuk initiatief. Hoe kunnen mensen overigens lid worden van de Fotoclub des Vaderlands? Ja, dat is eigenlijk door gewoon de Instagram-account @Fotoclub des Vaderlands te volgen. Dan ben je lid. En als ik je live tref, dan kan ik ook nog een lidmaatschapskaart voor je maken. Dat is eigenlijk het idee. Nou mensen, zo simpel is het. Ga gewoon even naar Instagram en word lid van de leukste fotoclub van Nederland. En volgens mij is de contributie is 0 euro. Dus. Ja, nee, het is voor en door het vaderland. Oh ja, voor en door het vaderland. Nee, echt heel leuk. Ja. We zitten een beetje op een half uur van de podcast. Ik probeer dat meestal rond een half uur te doen. Er zijn wel ietsje over. Heb jij nog laatste opmerkingen die je onze luisteraars mee wil geven? Nou ja, ik zou het dus heel leuk vinden om met de luisteraars van een podcast Heel Holland Fotografeert. We zitten volgens mij in een soort analoog vaarwater waar we perfect samen op kunnen roeien. Dus ik denk de mensen die naar jouw podcast luisteren en dat fotografische landschap voor hun kiezen krijgen, die zijn denk ik ook wel geïnteresseerd in wat de Fotoclub des Vaderlands te bieden heeft. Dus dat lijkt me heel leuk als we een beetje communicerende vaten worden, Misha. Dat lijkt me heel gezellig. Ja, gaan we zorgen. En laat iedereen even nadenken over een leuke serie die hij in de komende jaren op kan bouwen voor een prachtig boek. Zeker, ja. Top. Ja, dat is ook een beetje mijn, mijn idee met die hele fotoclub. Ik dacht, ik mag nog een jaar door. Ik dacht van dan moet ik het ambt ook een beetje opengooien. Dat het een soort verenigingsleven wordt. En dat we gewoon meer met elkaar doen. Dan dat ik daar de hele tijd met die sjerp loop. Dat word je ook wel een keertje zat natuurlijk. Super. Ja. Jan-Dirk, bedankt. Dankjewel. Volgens mij volgens mij is het rolletje weer vol. Dit was aflevering nummer 18 van het Heel Holland Fotografeert podcast. Ik wil Jan-Dirk en de luisteraar natuurlijk weer bedanken. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond en wat je graag in de podcast besproken wil hebben. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app of luister de aflevering op de website. En als je dus via Apple Podcast luistert, laat dan eventjes een mooie review achter. Dan is deze podcast weer makkelijker te vinden en deel het met je fotovrienden. En word dus allemaal lid van de Fotoclub des Vaderlands. Dank jullie wel. Hoera.